In dit filmpje gaan we kijken op welke manier dat we eigenlijk onze zijoptrekrem kunnen gaan afstellen, installeren, demonteren, remblokken gaan vervangen. Kabeltjes gaan vervangen daarvan ook. Hier hebben we nu een voorbeeldje van de Shimano Tiagra. Dat is een middenklasse, iets onder de 105. Iets boven de Sora-groep van racefietsonderdelen. Je ziet hier dus een beetje een combinatie met een soort hybride fiets. Alix, Deore, shifters zijn er eigenlijk op gezet. Eigenlijk moet je zeggen, niet helemaal perfect geschikt hiervoor, die remhendels. Want dat zijn eigenlijk remhendels van V-brakes. Maar omwille van het feit dat je hier eigenlijk zo'n regelvijs hebt om de kracht te gaan verdelen, kun je dat uiteraard iets beter gaan doen. Het is een systeem dat je niet zo vaak gaat tegenkomen op goedkoper, maar Deore Alix zijn natuurlijk ook al iets betere remhendels. Een beetje een samenraapsel, dat is in principe van een koersfiets, maar dat is dan met een rechtstuur gemaakt. Allee, goed. Zijoptrekremmen, dat noemen we een zijoptrekrem, omdat je opzij een kabel heeft die je dat omhoog trekt. Voilà. Dat is een beetje een idiote uitleg, maar daar bestaan eigenlijk heel veel verschillende... Wacht, een andere naam noemen we ook een hoefijzerrem. Hoefijzerrem, ja, omwille van de hoefijzervorm zeker. Allee, goed. Give the name, in elk geval de dit type rem. Hier hebben we een versie van een koersfiets, hè, zoals ik daarnet zeg, de Shimano Tiagra. We hebben daar een voorrem, we hebben daar ook een achterrem op staan, eigenlijk van hetzelfde type. En we gaan eens beginnen met te kijken van wat zijn nu de verschillen tussen een voorrem en een achterrem. Want is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Ik ga daar een keer even wat details voor laten zien. En om dat eventjes te illustreren, ben ik hier eventjes naar het magazijn gekomen van Velo. Dit zijn allebei dozen, bakken vol met rembeugels. En je ziet hier achter en voor op staan. Wat is het verschil tussen een rem van achter en een rem van voor? Wel, dat kun je heel simpel zien. Een rem achteraan heeft een kort vijsje dat erop staat, een korte as. Een rem vooraan heeft een langere as. Dat is eigenlijk in korte uitleg, maar dat is eigenlijk wel echt de uitleg waar het over gaat. Want een achterrem gaat gemonteerd worden op een heel dun bruggetje, terwijl een voorrem gaat gemonteerd worden doorheen onze voorbrug van onze voorvork. Dat gaan we eens meteen op onze fiets laten zien. Dus hier zien we onze voorrem. En we zien hier, dat is eigenlijk een mooie versie die eigenlijk met een inbusbout langs de achterkant gemonteerd zit. In onze carbon voorvork toevallig hier nu. Maakt op zich niet zoveel uit dat dat carbon is. Maar dus die as, die moer dat daarin zit, of die bout eigenlijk moet ik zeggen, met dan de inbusbout die erop gemonteerd wordt. Dus dat is een lange versie hier vooraan. Terwijl dat hier achteraan eigenlijk maar een heel kort stukje is. Dus we zien hier onze bout die er hier eigenlijk langs deze kant doorsteekt. En die we hier langs achteraan gaan bevestigen. Dus hier zie je eigenlijk de bout die dat er daar op zit. Dus de connectie van de kader is hier veel dunner dan vooraan. Hetgeen dus uitlegt waarom dat een achterrem een korter asje heeft dan een voorrem. Dus hier zien we terug onze voorrem. En ik heb die er eventjes bijgenomen om eventjes te laten zien welke onderdelen dat er eigenlijk op zo'n zijoptrekrem sowieso gaan staan. Dus we hebben altijd een plek waar dat onze kabel, die we hier, ik ga eens even een klein beetje uitzoomen. En voilà, dat is iets beter zo. Dat onze kabel hier in toekomt. En de kabel bestaat uit twee delen. Je hebt de binnenkabel die er daarop zit. En laten we toch weer eventjes inzoomen. Ja, voilà, daar zien we hem. Dus onze binnenkabel die dat er eigenlijk hierin zit en die onderaan wordt vastgemaakt. En onze buitenkabel die hier stopt. Dus je ziet hier heb je eigenlijk een moer, ja, een regelvijs dat we kunnen aan draaien. Dat we kunnen bijstellen om de precisie, het punt waar dat onze rem gaat inpakken, om die eigenlijk losser te gaan zetten of vaster te gaan zetten. Dus als ik die helemaal ga indraaien naar beneden, gaat mijn rem er een beetje losser staan. Als ik die ga uitdraaien, dus ik draai die eigenlijk naar boven toe, dan kan ik die vaster gaan zetten. Dus wat ik nu doe, is ik ga zien, mijn rem staat eigenlijk nu vaster dan daarnet, omdat die hier een beetje naar buiten gedraaid is.
Dus een rem heeft eigenlijk een aantal onderdelen. En ik ga eens heel eventjes kijken of ik die vijs aan de zijkant ook kan laten zien. Ja, voilà, dat zie je daar eigenlijk zo heel goed. Voilà. Dus onze vijs hier, dat is eigenlijk de moer, een inbus bout hier in dit geval, hè, waar dat, en de kabel zit hier dan tussen geklemd, tussen de rondel. Dus je hebt ons vijs, dan zit daar een plaatje onder, een rondel. En dan wordt die vastgedraaid in ons systeempje daar. En dus onze kabel zit daar mooi tussen. En ik denk dat je dat zo wel mooi kan zien. Zo. Dus je ziet, onze kabel zit daar effectief mooi tussen onze rondel. Dus onthoud, het is niet de bedoeling dat we hier eigenlijk onze kabel tegen de vijs gaan aandrukken. Een klein beetje uitzoomen. Dus niet tegen de vijs, hier niet tussenin, maar dus daar tussen de sandwich eigenlijk, tussen die twee plaatjes die daar zitten. Want anders, als we hier gaan aan draaien aan die moer, dan gaan onze kabel eigenlijk mee vastgedraaid en kapot gedraaid worden. Hier in dit geval is de kabel afgeknipt net onder waar dat hem er net uitkomt. Nu, dat wordt niet altijd zo gedaan. Dat is nu toevallig in dit geval. De meeste mensen kiezen er eerder voor om de kabel een beetje te laten uitsteken en daar nog een dopje op te zetten om die te beschermen. Dan twee woordjes over onze remblokken. Vooral dat we gaan beginnen demonteren en monteren, wil ik ze gewoon eventjes laten zien. Dus er zijn eigenlijk twee soorten remblokken die we kunnen gebruiken bij zijoptrekremmen. Ik neem nu nog altijd het voorbeeld van onze koersfiets hier, maar eigenlijk is dat in principe exact hetzelfde zoals die bakken die we daarnet hebben gezien voor de stadsfietsen. Voor koersfietsen worden er heel vaak gebruikt, omdat er hier een inbusboutje op de zijkant staat. Soms is dat ook een Torx, maar meestal is dat een inbusbout. Er zit een rondelletje in en dan gaat die hier aan de achterkant bevestigd zitten op onze remblok. Of op onze remhouder. En dan zit er hier bijvoorbeeld een klein inbusboutje, waardoor dat je eigenlijk je binnenkant, je remblok zelf kunt gaan vervangen. Altijd goed opletten dat dat de voorkant, er staat een pijl op dat de voorkant naar de voorkant staat. Want hier staat nu is dat gesloten aan de voorkant, maar langs de achterkant is die open. Uiteraard, als je die gaat omdraaien, dan kan je remblok eruit floepen op het moment dat je gaat remmen. Dus wees daar voorzichtig bij. Een tweede variant, en dat is eigenlijk de meest voorkomende variant, zeker voor stadsfietsen, zijn de gewone remblokken. Ik mag dat eigenlijk niet gebruiken, dat woord gewoon, want er bestaan zoveel soorten. Maar de meest voorkomende hoefijzer remblokken, zal ik het maar noemen. Hè. Dus waar is dat opgebouwd? Wel, een houdertje met hier een moer of een bout eigenlijk die eruit steekt. Daar zit een remblok op. Hier zit een inkeping in, zoals dat je kan zien. Maar soms is dat een kruis, soms zijn dat lijntjes. Dat steekt eigenlijk zo nou niet. En dan hebben we, en dat is wel belangrijk, eerst een rondelletje en dan hebben we onze moer daar. En de montage daarvan gaan we zo meteen doen. Gaat op hetzelfde neerkomen zoals deze. Namelijk, je hebt eigenlijk je remblok die langs de binnenkant zit. En dan gaan we eigenlijk langs de buitenzijde deze gaan monteren. We gaan nu eens eventjes deze remblok ervan afhalen om te zien wat dat zegt. Ziezo, onze remblok. Ik gebruik daarvoor een inbussleutel. Ja, dat is nu toevallig een inbussleutel. We hebben daarnet gezien, deze, dat is een gewone sleutel 10 die je langs de buitenkant zou opzetten. Maar ik gebruik hier een inbussleutel voor, dat is een inbusconnectie. Ik gebruik daar speciale lange versie voor. Je kunt ook met een korte werken, maar wees daar voorzichtig mee, want je kunt jezelf daar eigenlijk met pijn doen. Je ziet, als ik daar begin aan te draaien, soms begint dat meteen mee te draaien, dus houd die tegen met je vingers of met je hand. En wees altijd goed voorzichtig dat je zelf geen pijn doet als je dat gaat doen. Dus wat heb ik hier gedaan? Dat is misschien toch ook wel handig om op voorhand eventjes te zeggen. Dus ik heb hier eigenlijk een soort van afregelsysteem. En ik ga die loszetten. Ik ga ook deze terug helemaal indraaien. Want als ik die indraai, heb ik iets meer ruimte om eigenlijk langs de binnenzijde te gaan werken. Dus als je daarover twijfelt, neem dan eventjes je tijd en draai eens eventjes eraan. Voel eens aan je remhendel. Van wat zegt dat nu? Als ik daaraan draai, gaat die vaster komen te staan? Staat die losser? Dus voilà, ik ga hier voorzichtig deze een keer eventjes er zo afhalen. En dan neem ik hier een vod. Ik heb er een vodje bij genomen. En we gaan nu onze rem hier, de remblok, een beetje proper maken. En we gaan die eens even bekijken. Dus dat is onze nieuwe remblok, dat is een ander type.
Maar ik zeg het, ik laat ze eventjes allebei zien, zodanig dat je echt weet van oké, welke versies bestaan er eigenlijk van. En dus je ziet hier heel duidelijk, dit is de hervulbare versie. Dus je kunt hier achteraan dat klein inbusboutje losmaken. Dan kan je die daar gewoon uithalen en er andere gaan insteken. Als je er ooit andere wilt in gaan monteren, denk er dan goed aan dat je die vorm eventjes meepakt naar je fietsenmaker. Want daar bestaan heel veel verschillende lengtes en vormen van. Ook verschillende materialen. Zachtere remblokken, hardere remblokken, soms met verschillende kleurtjes. Dat is dan meestal een hard stuk, een zachter stuk en dan is een heel zacht stuk. Om eigenlijk, dat noemen ze dual compounds of triple compound remblokken. Maar de gewone, ik gebruik het woord weer, de gewone remblokken zijn opgemaakt uit één compound, dus één materiaal. En dat is zowel voor deze type, dit type remblokken als dit type remblokken. Nu, waarom haal ik die daar nu eventjes af? Wel, omdat je hier kan zien dat onze remblok, en dan moet ik hem wel juist houden, dat onze remblok eigenlijk een randje gekregen heeft. Zie je dat? Hier aan de onderzijde zit zo'n klein randje dat er aan het opkomen is. Voilà, zo zie je het heel goed. En dat wil eigenlijk zeggen dat onze remblok een beetje te laag gezeten heeft. Dus zo staat hij op onze fiets. En dat hij eigenlijk een beetje te laag gezeten heeft, dat hij eigenlijk met een klein deeltje niet op de velg aan het remmen was. Dat gaan we nu eens eventjes in detail bekijken op onze fiets. Dus als wij onze remblok gaan monteren op onze fiets, dan is het heel belangrijk dat onze remblok ten eerste niet tegen de band komt. Als die te hoog gaat staan, die gaat tegen de band schuren, dan is het heel reëel dat onze band gaat ontploffen van de hitte, dus tijdens een afdaling. Dus dat wil je echt ten alle tijde vermijden. Een tweede ding dat je eigenlijk ook echt wilt vermijden, is dat die te laag gaat staan. Want dan gaat die eigenlijk onder je velg, eigenlijk niet op het remvlak. Hè, want een velg heeft hier die zilveren rand om, waar dat je op kan remmen. Weer in dit geval heb je nog een rode rand, maar dat kan eender welke kleur zijn. Soms de aluminium, soms zwart, goud, oranje met witte stipjes, whatever. De remblok zelf, dus in dit geval hebben we gezien dat die eigenlijk hier onderaan een klein randje had. Hè. Ik kan het zelfs voelen. Even zien dat hij kan inzoomen daarop. Voilà, dat is beter. Dus je ziet het zo dat er echt een randje op staat. Dus dat wil zeggen, de front, hier zie je het staan. Nee, je moet hem even zo draaien, dan zie je het beter. De front, als een... De camera heeft geen zin. Ja, voilà. De voorkant, dus ziet daarvoor dat je hem zeker in de juiste richting plaatst. Je ziet dat hij hier open is langs de achterzijde en hier gesloten langs de voorzijde. Dus dat je die niet verkeerd gaat monteren, want ja, dan is dat wel levensgevaarlijk natuurlijk. Dus we gaan die nu monteren op zijn plaats. En dan gaan we eens kijken waar dat we nu precies moeten rekening mee houden. Dus ik ga hier eventjes mij opzij zetten. Ze. Pak hier... Mijn remblok. Ah ja, misschien nog heel eventjes ter info. Als dat randje nu te hoog is, dan kun je met een mesje of met een schuurpapiertje dat even gelijk gaan maken. Zodat dat mooi weg is. Maar dit is nu echt een fractie, dus dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Dus we gaan die hier gewoon terug met de hand. Het is eerder om u te laten zien dat er zo remblokken... Wat het effect is eigenlijk op een remblok als die naar slijtage toe... Als hij niet perfect gemonteerd staat. Dus ik ga die hier eigenlijk gewoon op zijn plaats zetten. En waar ga je op letten? En dan ga ik je eigenlijk meteen van een ander perspectief laten zien dat hij mooi parallel staat met de velg. En dat zie je hier perfect. Parallel met de velg wil dus zeggen dat hij niet zo staat, dat hij niet zo staat, maar dat hij eigenlijk effectief mooi zo... ja, met de hand kan ik dat nu moeilijk redden, omdat ik hier die camera vast heb. Maar dus zodanig dat hij hier mooi op onze velg gaat terechtkomen en dat we de hoogte ook zodanig gaan bepalen. Ze zit achteraan al iets te hoog. We gaan ze beter met de sleutel vastzetten. Zodanig dat als we die gaan aanspannen, dat hij zeker dat randje dat je ziet, dat rood randje, daar en aan die kant, dat je zeker bent dat je niet gaat remmen op de band, want dat is dus effectief zeer slecht voor de levensduur van onze band, want dan kan onze band eigenlijk heel snel gaan ontploffen van de hitte. Zeker in afdalingen kan dat heel vervelend en gevaarlijk zijn natuurlijk ook. Dus we gaan dat nu eens even laten zien. Dus denk eraan, onze montage moet parallel zijn met de velg, oftewel zelfs parallel met de band, hè, zoals je wilt. Zo, dus ik zet mij hier weer opzij. Ik ga hier met een inbesleutelde opzetten. En je ziet, als je dat nu gaat doen, dat vraagt een beetje oefening. Want als ik die nu loslaat, ja, dan draait die gewoon mee. En dan staat hij natuurlijk zo scheef als iets. Dus je gaat van langs opzij kijken.
En je gaat echt zorgen dat die mooi recht staat. Dus nooit kan dat ik in de klei-bits-tafel zo, als ik dan hier kracht ga zetten, dat die dan op het einde een klein beetje mag terugkomen. Zo. En dan gaan we controleren hier met onze remhendel of dat die goed zit. En eigenlijk kunnen we dat doen. Ik ga hier, dit is eigenlijk een fijn regelsysteem waarmee dat je eigenlijk gemakkelijk je wiel er kan uit gaan halen. Er zijn enkel op koersfietsen ga je dit tegenkomen. Op stadsfietsen kom je dat niet zo vaak tegen, maar dat is eigenlijk een detail. Ik zeg het, hier staat daar een Nimbus boutje op hier met dat regelsysteem. Soms staat het er niet op. Dit systeempje ga je wel altijd hebben. En dus je kunt gewoon gaan kijken van oké, we stellen die dan af op een manier dat we daar eigenlijk tevreden mee zijn. Dus denk eraan, de hoogte moet, hij mag niet op de band komen. Je moet nog altijd een klein randje zien. Ik denk dat je dat eigenlijk op het beeld heel goed ziet. Dus dat rood randje dat je hier ziet, dus hier bovenaan, dat moet zichtbaar blijven. Ook als ik hem er tegenaan trek, dan is dat heel belangrijk dat je dat nog altijd kan zien. Dus denk daar vooral aan. Het is beter dat uw remblok iets te laag staat dan dat hem iets te hoog staat. Het is nog beter dat hij perfect in het midden staat, uiteraard. Maar als je zo een beetje aan het schipperen bent en je krijgt het niet goed geregeld, zorg er dan zeker voor dat hij de band nooit raakt. Want dat is echt gevaarlijk voor het afstellen van de remblokken. Dus we hebben dat nu gedaan met een inbusboutje. Het principe, als we het zouden gaan doen met dit systeem, is exact hetzelfde. Dus we gaan dan onze bout erdoor monteren. De rondel en de moer komen langs buiten erop te zitten. En die gaan we dan eigenlijk zo vastzetten. En verder doen we exact hetzelfde als we daar gedaan hebben.